Het echt verwerken heeft plaatsgevonden toen ik zelf begon met vliegen. Dat ik ook begreep en snapte hoe technisch het allemaal in elkaar zat. Dat heeft me heel veel rust gebracht. Het is de grootste vliegramp tot op de dag van vandaag. Precies 40 jaar geleden botste een Boeing 747 van KLM bij het opstijgen van luchthaven Los Rodeos op Tenerife tegen een taxi in de Boeing 747 van Pan Am. Daar kwamen 583 mensen bij om. 61 mensen aan boord van het Pan Am-toestel overleven de ramp. Er is niet maar één oorzaak waardoor het ongeluk kan plaatsvinden. Het is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. De vliegramp op Tenerife staat die zondag 27 maart niet alleen. Luchthaven Los Rodeos is overvol door uitgeweken vliegtuigen vanwege een ontplofte bom op het vliegveld van Las Palmas. Dat is ook de oorspronkelijke bestemming van de KLM en de Pan Am Boeing. Vanwege die onverwachte drukte staat de taxibaan vol geparkeerd met uitgeweken toestellen. Vandaar dat de KLM Boeing van de luchtverkeersleiding opdracht krijgt om via de start- en landingsbaan naar het begin van de baan te taxiën. Kort daarna moet ook de Pan Am Boeing de startbaan gebruiken om te taxiën. Maar moet niet veel later weer via afslag C3 van de baan af. Op dat moment wordt het ook nog mistig en het zicht minimaal. Pan Am taxiet voorbij de afslag. Intussen is door miscommunicatie tussen de verkeersleiding en de twee Boeings en door tijdsdruk de KLM 747 begonnen met de start. Pas als het te laat is, zien de piloten elkaar. De KLM Boeing botst tegen die van Pan Am. Het wordt 583 inzittenden fataal. Alle passagiers en bemanningsleden van de KLM Boeing komen om. Ook 335 inzittenden van het Pan Am toestel overleven het niet. We leven natuurlijk wel in 1977, zonder enige vorm van communicatie via digitalisering die we nu kennen. We zaten voor de televisie en er kwam een breaking news eigenlijk, zoiets, een extra uitzending van het NOS-journaal. En daar werd medegedeeld dat er een KLM-toestel was verongelukt. Ik wist helemaal niet dat mijn vader die kant op was. En mijn moeder zei, volgens mij is papa die kant op. En eigenlijk binnen 5 minuten ging de telefoon en meneer Orlandini, de toenmalige directeur van KLM, hing aan de lijn. En toen wisten we dus dat mijn vader daarbij betrokken was. Er werden ook de foto's getoond, even later volgens mij, op de televisie van de bemanningsleden. En het was duidelijk. Dirk Meurs is pas 13 jaar oud als hij die dag hoort dat zijn vader Klaas, de co-piloot van de KLM Boeing, is omgekomen bij deze immens grote vliegramp. Ik heb al heel goede herinneringen aan hem. Duidelijkheid en een hele prettige man om mee om te gaan, voor mij. Ik kan mij natuurlijk genoeg herinneren dat we dezelfde belangstelling voor dingetjes hadden. Een beetje technisch dingen. Hij was vaak in de garage aan het knutselen en dingen doen. Dan ging ik hem helpen, was ik erbij. Een beetje afkijken. Ik heb heel veel natuurlijk van hem geleerd. Alleen als een gaatje boren in de muur. Dat heb ik natuurlijk allemaal van hem geleerd, hoe dat moet. Gewoon hoe je met gereedschap omgaat. Ja, dat soort dingen heb ik allemaal wel van hem meegekregen. Ja. Dat zit wel heel erg in mij. Vandaar dat ik uiteindelijk ook de technische school heb gedaan. Monteur ben geworden, kon geen vlieger worden, dan maar tussen aanhalingstekens monteur worden. Aan vliegtuigen sleutelen doet Dirk nog steeds. In zijn vrije tijd werkt hij aan een DC-4 in Zuid-Afrika. En aan zijn eigen Cessna 175 op Lelystad Airport. En net als zijn vader is Dirk uiteindelijk toch piloot geworden. Niet bij KLM, maar bij Transavia, waar hij gezagvoerder is. 50, 40, 30, 20. Het echt verwerken heeft plaatsgevonden toen ik zelf begon met vliegen. Dat ik ook begreep en snapte hoe technisch het allemaal in elkaar zat. Heb ik ook die rapporten weer gelezen opnieuw. En toen kon ik het gewoon meelezen. Ik snap dan ook wat er echt gebeurd is. Het is toch altijd moeilijk voor een leek om precies te begrijpen hoe dingen in elkaar zitten met die procedures in een cockpit. Ja, dat begreep ik op dat moment gewoon. En dan kon ik het ook verklaren en doen. En dat heeft me heel veel rust gebracht.
Of hij nou zou willen of niet, Dirk moet net als iedere andere leerlingpiloot van de Tenerife-ramp leren. Sinds de crash met de twee Boeings is er veel veranderd in de luchtvaart. Niet alleen de communicatie tussen piloten en luchtverkeersleiding is aangepast, ook die tussen piloten zelf is aangepakt. Standaard lesstof op luchtvaartscholen over de hele wereld. Ook in mijn eigen vak wordt steeds die ramp Tenerife gebruikt voor, als voorbeeld voor allerlei onderwerpen. Doet me niks meer. Het is prima. Ik heb er geen moeite mee. Ja, want het is eigenlijk standaard lesstof geworden. Ja, in feite wel. Het wordt altijd aangehaald om mensen in training als voorbeeld te dienen, ook van cabine. Bijvoorbeeld in het onderwerp communicatie wordt het gebruikt om mensen te leren, te laten zien van wat er in sindsdien eigenlijk allemaal veranderd is, wat er verbeterd is. Het is natuurlijk ook heel veel verbeterd na die tijd. De hele radiotelegrafie is min of meer herschreven, et cetera. Dus dat betreft is dat heel positief dat we eigenlijk allemaal er beter van zijn geworden. Steeds maar weer geconfronteerd worden met de vliegtuigramp waarbij zijn vader omkwam, heeft hoe dan ook Dirk nooit doen twijfelen of hij wel in zijn vaders voetsporen moet treden. Geen enkel moment. Ik kan me ook niets van herinneren dat ik ooit getwijfeld heb om dit vak uit te oefenen. Nee. Is die vraag je al 1000 keer gesteld? Ja. Meer vragen in dit kader. En kun je dat voorstellen? Ja, natuurlijk kan ik me voorstellen. Ik kan me ook wel inleven. Het is natuurlijk best een schok als je dit meemaakt. Maar het heeft mij persoonlijk nooit beïnvloed. Uiteindelijk ben ik ook natuurlijk vanuit mijn eigen werk vaak op Tenerife gaan vliegen. Niet op het bewuste vliegveld, wel op het nieuwe vliegveld. En zodoende is ook het woord Tenerife eigenlijk meer een toeristenvakantiebestemming geworden, in plaats van dat het een heel zwaar onderwerp moet zijn. Het woord Tenerife is geen, ik zeg maar, scheldwoord meer voor mij. Dat is al lang geleden. Dat is echt niet meer, dat speelt allemaal niet meer. In 2007, 30 jaar na de ramp, is Dirk weer op Tenerife. Dit keer voor een bijzondere herdenking op het eiland. Hij brengt andere nabestaanden naar het monument. Daarna vliegt hij in zijn Boeing 737 als wijze van groet over de luchthaven waar in 1977 zijn vader en al die andere inzittenden omkwamen bij de crash. Kun je eigenlijk na 40 jaar je vader nog missen? Ik heb... Nee, eigenlijk niet. Nee, ik kan me wel herinneren dat ik jaren geleden was van die gedachte zat. Hey, hoe zou hij hierover gedacht hebben of zo? Maar 40 jaar geleden, ik was ook jong. Heel goed heb ik hem ook niet gekend. Je zat net voor je puberteit, dus je hebt niet echt een... dat je hem leert kennen als volwassen persoon. Dat ken ik dus niet. Dus ja, wat kan je nou missen? Je weet het niet. Want ik ben natuurlijk niet de enige, hè, dat er vallen van mijn vader vliegen op dat ding, maar er zitten ook heel veel passagiers achterin. Dus je deelt hetzelfde leed. Ja, dat ga je dan delen, maar ik ga er niet als... Ik hoef daar niet bijzonder in te zijn, laat ik het zo zeggen. Maar gewoon één van hun, één van allen, daarin. Zo voel ik dat.